Yo allemaal, welkom bij deze nieuwe Formule 1 video op mijn kanaal. Dit is het derde deel en vandaag hebben we de laatste race van het seizoen, oftewel Abu Dhabi, zoals jullie hier kunnen zien. Jullie kunnen mooi even kijken naar hoe de baan eruit ziet en zo. Ik heb even het commentaar onderweg gehaald, dan kan ik even de video openen. Dus welkom bij deze nieuwe video. Vinden jullie dit nou leuk en willen jullie meer zien? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vind ik super tof. En dan, ik ben al wereldkampioen en dan gaan we nu even bekijken of we deze race ook nog weer eerste kunnen worden. Dus enjoy! Zowel bocht 8 als 11 bieden volop mogelijkheden om in te halen. Het circuit heeft ook een groot aantal lastige bochten. Met name bocht 15, 16 en 17. Het remmanagement van de coureurs zal zeker op de proef gesteld worden. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. Valtteri Bottas start vanaf pole position. Net voor Max Verstappen die op P2 start. Kijkend naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Sainz, Lewis Hamilton en Kvyat, De Vries, de captain Albon en Pierre Gasly, Russell, Magnussen, Kimi Raikkonen en Grosjean, Norris, Giovinazzi, Sebastian Vettel en Sergio Perez. Stroll, zij hebben een grid penalty. Ocon, Latifi en Daniel Ricciardo neemt de laatste plaats op de grid in. Dat was het dan. Dankjewel voor het commentaar, meneer Olaf Mol. Zoals jullie zien staan we hier klaar voor de start. 5 rode lampen en ze zijn uit. We zijn goed weg. We zetten meteen onze ERS-systemen aan. We pakken meteen Sainz. Kijk, dus een kleine touché. Sainz valt een beetje terug, helaas. We liggen 5e. Recht achter Lewis Hamilton. Ondertussen Nyck de Vries achter ons. Ik weet niet wat er gebeurde. Hij slingshotte zich er bijna langs. Ja, we gaan hier een beetje fout. Een beetje veel over de curbs, maakt niet uit. Hier pakken we weer ook een beetje te veel de binnenkant. Kleine touché met Hamilton aan de front wing. Zoals je ziet wil ik hem ook checken, niks aan de hand. We zetten RHRF's aan, ERS aan. En dan wordt dit een inhaalrace naar de eerste plek, want iedereen is natuurlijk mokertje snel. Jullie zien dat de computers best wel vroeg inremmen. Dus ik rem nog een stukje eerder. Hier dacht ik namelijk weer dat ik schade zou hebben aan mijn voorvleugel. Dat is niet het geval. Hier gaan we de buitenkant langs. Bij Hamilton. We pakken Hamilton. En we pakken Leclerc ook meteen. Dan gaan we ook buiten langs. We zetten onze ERS weer uit. In remmen. Achter Max Verstappen. We rijden op dit moment 3e. Helemaal prima. Nu wordt inhaalrace naar Max Verstappen. Kunnen we onszelf nog een plekje of 2 omhoog schuiven? Of lukt dat niet? We zijn natuurlijk al wereldkampioen. Dus no pressure, zou ik zomaar zeggen. Maar natuurlijk zou het mooi zijn als we gewoon weer een eerste of tweede of derde plek kunnen behalen. Gewoon een podiumplek. Is altijd mooi. Mooi meegenomen. En dan gaan we hier de laatste bocht door van Abu Dhabi. Valtteri Bottas met de snelheid van 1.41. En dan zit onze eerste ronde er nu op. Dan gaan we door naar ronde 3. We rijden nog steeds 3e. 1,4 seconden achter Max Verstappen. 1,2. Schommelt het een beetje tussen. Deze bocht wil ik nog wel eens verneuken. Ik werd gebeld. Gaat allemaal weer fout hier ook. Maakt niet uit. Inhaalrace naar Max Verstappen. Ondertussen minder dan een seconde. We hebben nog geen DRS. Want we zaten niet bij het detectiepunt in de DRS-zone. We schieten Max voorbij. We gaan hem hier maar dan gewoon terugkruisen. Waarschuwing, tuurlijk, we hebben een bocht afgesneden. Nu hebben we wel DRS. 4/10. 3/10. Kunnen we hem er dan naast zetten? Of lukt het niet? Paarse sector 2. Kleine touché weer aan de front wing. Weer corner cutting. We hebben nu al 2 van de 3 waarschuwingen. En hier dacht ik weer dat mijn voorvleugel kapot zou zijn. Gelukkig was dat niet het geval. Bless me. We gaan hier gewoon door. Deze bocht wil ik ook nog wel eens elke ronde verpesten. Dat maakt niet uit. Maar goed, we blijven gewoon lekker achter Max Verstappen. Natuurlijk niet te dicht achter hem. Anders zitten we in de vuile lucht. Krijgen we juist minder downforce. Deze bocht schieten we ook weer een beetje wijd. Ondertussen zit Max alweer een seconde voor ons. Hier heb je natuurlijk geen DRS op dit rechte stuk. Maar we zetten wel een nieuwe tijd neer voor onszelf. Een 1.39.7. Ondertussen een paar rondes verder weer. Zien we dat Bottas in de pits is voor de eerste keer. Dus wij nemen nu de 2e plek over. Achter Verstappen. Helemaal top.
Nou, een ronde later gaan ik en Max ook de pits in. Ja, kunnen we dan een snelle stop hebben? Want dat kan ons wel aardig wat tijd winnen. En natuurlijk ook de plek waar we op terugkomen. Ja, als wij in het verkeer terugkomen, kan het wel eens heel gunstig voor ons zijn. Omdat Max en Bottas dan natuurlijk ook worden afgeremd. En wij hebben een Ferrari motor en we zijn nou eenmaal wel wat sneller. Precies, Jeff, als we ons niet aan de witte lijn houden, dan kunnen we een penalty krijgen voor dangerous driving. Gele lijn daar, witte lijn daar aan de rechterkant. Onze pit exit is prima. De gele band, ja, die, dus daar we nu op rijden, vind ik zelf altijd een hele fijne band om op te rijden. Ja, toch even die grip die ik dan toch voel. En die softs, ja, die zijn wel snel, maar ja, ik heb daar echt geen grip op. En je ziet nu ook, zometeen, want ik spreek dit natuurlijk achteraf in, dat ik ook een aantal snelste rondes en ook echt wel aan het pushen ben. En dat lukt me echt altijd alleen maar op die gele band. Ja, Max voor ons natuurlijk ook op de medium band. Ja, Max wordt nu ook tegengehouden. We hebben natuurlijk ERS, DRS, Rich Refs, alles pleuren we aan. In de hoop dat we Max Verstappen in kunnen halen. Hier remmen we aan. We missen hem net, we gaan buiten langs en we kruisen hem gewoon terug. We houden een beetje ruimte over voor Max. Gaat dat goed? Volgens mij gaat het goed. Hier zit hij nog steeds aan de linkerkant. Max spint, halve spin. Maar zoals we kunnen zien, hij is weer terug op de baan. Nu gaan we het even vanaf Max zijn perspectief bekijken of ik echt zo fout was. Ja, ik stuur hem hier gewoon in, want ik ben hem, in mijn beleving ben ik hem voorbij. En hij stuurt tegen mijn achterbanden aan. Ik stuur een beetje op hem in. Ja, kan gebeuren. Nu zien we dat Carlos binnen is. Heeft Carlos dan ook net zo'n goede stop als ons? Gaan we even kijken. Hij moet wel even wachten. Kijk, maar dat komt omdat natuurlijk Alexander Albon daar in de weg zat. Nu proberen we natuurlijk gewoon weer dichterbij te komen bij Bottas. Dus Ocon en Vettel in te halen. Hier halen we Ocon al in via de binnenkant. Beetje risky, maar goed. Nu moeten we gewoon zo dicht mogelijk bij Bottas proberen te komen. Een ronde verder zitten we dan achter Lando Norris. Kunnen we hem dan inhalen. We raken bijna de muur. Pakken hem aan de binnenkant. Weer een kleine touché. Maar we laten hem gewoon staan. Want ja, Lando is een big man. Wij zijn big mans. Dus doei Lando. Daar gaan we. Nou, inhaalrace op Bottas. 1,5 seconde. Als we hem inhalen. Eigenlijk hebben we dan al gewonnen. Want Magnussen rijdt vooraan. En zo te zien rijdt er een Ferrari eerste. Vettel rijdt achter mij. Dus dat moet Leclerc wel zijn. Hier zetten we ook even onze snelste ronde neer. 1.39.0. Heerlijk. Of 1.39.3. Iets te optimistisch. Kan gebeuren. Dus ja, hier proberen we gewoon dichter bij Bottas te komen. Weer een paarse sector 1. Dat is heerlijk. Bottas die wordt nu heel erg door Kevin Magnussen opgehouden. Dus wij kunnen nu heel dichtbij komen, zoals jullie hier zien. Ik verpest hier mijn exit heel erg. Waardoor we dus ook geen DRS hebben. En je ziet dat, ja, dat Bottas Magnussen heeft ingehaald. Dus dan moeten wij dat eigenlijk ook meteen doen om bij te blijven. Anders worden we wel heel erg afgeremd. Gelukkig komt hierna weer een rechtstuk met DRS. Die pleurden we meteen aan. Richards, ERS, jullie kennen het hele verhaaltje wel. Magnussen, zo. Het gaat net goed. Hij zit er nog steeds. En we schieten hier Bottas voorbij. Maar ja, we moeten nu op de baan blijven, anders krijgen we weer een corner cutting. Hier stuurt een volop Magnussen in. Gaat goed, we hebben allebei geen damage. Dat scheelt. Nu zitten we nog 1 seconde achter Valtteri Bottas. Hier schieten we denk ik weer een beetje wijd, zoals altijd. Ah, het valt dit keer mee. We doen het dit keer keurig. Even kijken, waar gaan we nu belanden? Ondertussen in ronde 11, weer snelste sector 1. 3/10 achter Bottas. ERS, DRS, Rich Refs, alles zetten we aan. We sturen hem naar links. En we remmen hem naast hem in. We remmen iets later. Schieten we een beetje door. Hij komt nog aan de buitenkant. Maar hij durfde er niet naast te zetten. Even de inhaalactie bekijken vanaf Bottas. Raak ik hem? Is dit clean? Dit is sowieso clean. Ja, dit is ook gewoon hartstikke clean. Nou, ondertussen verder. Hier zien we Leclerc. 1 ronde. In de pits. Dat betekent dat we natuurlijk nu weer de eerste plek terug hebben. Dat is heerlijk. We rijden nu gewoon eerste. Helemaal top. Als ik nu alles goed doe, worden we gewoon eerste. Kan ik dat volhouden? Of ga ik het nog verpesten? Ja, denk je nog 16 ronden. Wat gaat het worden?
Nou, ik laat af en toe even een beeld zien. Als er toch nog een klein beetje iets gebeurt. Bottas komt hier wel heel dichtbij. Ik probeer hem dicht te gooien, maar het lukt niet. Bottas die komt zelfs heel dichtbij. Haalt me in. Ik rem hem weer wat later in. Ik schiet weer een beetje door in dezelfde bocht. Maar ik laat hem staan, waardoor mijn exit niet bepaald beter is. Maar we wel de binnenkant hebben. Dus dat scheelt. En hier is de exit wel beter, waardoor we Bottas weer kwijt zijn. 18e achter ons nu. We knallen hem weer bijna in de muur. Niet de eerste keer, ook niet de laatste keer. Dus ja, ondertussen weer een seconde achter ons. 1,4. En dan denk je, huh? Hij gaat de pits in. Waarom gaat Bottas de pits in? Heb ik hem geraakt? Heeft een kapotte voorvleugel? Gaan we nu even bekijken. Voor hoever ik het hier kan zien, heeft hij geen kapotte voorvleugel. Dus ik denk dat dit gewoon een reguliere pitstop is. Om natuurlijk naar de mediums te gaan. En dan gaat hij de race uitrijden daarop. Ondertussen gaan wij ook naar binnen. We misten hem bijna. Ik was even aan het kijken wat Verstappen Hamilton aan het doen waren. Maar zoals jullie zien, die gaan ook naar binnen. Ik heb de juiste keuze gemaakt. Als we nu gewoon een goede pitstop hebben, blijven we hun voor. Gaat Mercedes naar buiten. Red Bull gaat naar buiten. Wij rijden helemaal door naar het einde. Want daar is onze pit. Even kijken. 1, niet eens. Een 2,2. Maar we zitten nog voor Verstappen en Hamilton. Voor ons zit nu weer die verschrikkelijke Bottas. Kvyat. Leclerc denk ik weer. En Vettel of Sainz. Dat weet ik nu even niet. Precies. Nou, mooi. We kunnen de overtake button gebruiken. Zoals jullie zien, die zit inderdaad op 100%. Dat gaan we ook doen. Ondertussen is Carlos Sainz in de pit, mijn teamgenoot. We gaan even kijken hoe de pitstop bij hem verloopt. Oh nee, dat gaan we niet. Nee, is iets fout gegaan. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, wij rijden door. Ronde 19. Hierna nog 9 ronden te gaan. Paarse sector 2. We lopen weer in op Bottas. Bottas rijdt vooralsnog nu op de eerste plek. Nou, natuurlijk is dat Leclerc, maar Leclerc moet volgens mij nog een keer stoppen. Bottas ook, lijkt mij. Want hij is dus niet naar de medium gegaan. Hij is dus naar de softs gegaan. Dus dan moet hij straks nog een keertje stoppen, wat voor ons heel gunstig is. Tenminste, dat denk ik. Ondertussen, 2 seconden achter Valtteri Bottas, 1,9. Altijd een beetje lastig met deze bocht, zoals jullie hier zien. Maar het gaat goed. We zijn onze tijd aan het verbeteren met 1,7 seconden, 1,37,0. Dat bedoel ik, dat ik deze banden zo lekker vind rijden. 1,6 seconden achter op Bottas. Ondertussen, Bottas in de pit, zoals ik net zei. Gaat hij dan nu wel naar de mediums toe? Want hij moet natuurlijk op twee verschillende bandencategorieën rijden. Hij is nu twee keer op softs gereden. Dus nu gaat hij inderdaad naar de mediums. Bedankt Jeff. Jeff vertelt ons nu even dat de banden van Leclerc 8 ronden oud zijn. Dat hij 4 seconden voor ons rijdt. Dus dat hij nog een keer moet gaan pitten. En je ziet ook dat hij heel veel tijd op ons verliest. Want hier heb ik het gat alweer gedicht, een rondje later. En dan gaan we hier natuurlijk gewoon Leclerc heel makkelijk inhalen door onze ERS en onze DRS toch maar eventjes aan te zetten. Zodat we meteen een klein gat slaan naar hem. Want hierna komt natuurlijk weer een lang rechtstuk. Zoals jullie zien, makkelijk in te halen. Ronde 23, nog 5 ronden te gaan. Hartstikke makkelijk. Ondertussen, een rondje later, zie ik in mijn linkeroog dat Max aan het vechten is met Leclerc. Dan gaan we even de herhaling bekijken. Hier helpt Max Leclerc in vanaf de buitenkant. En Lewis Hamilton weet hem ook nog in te halen. Zet hem er gewoon naast. Weg. Hij heeft geen snelheid. Nu zitten we in de laatste ronde. Nu gaan we het niet meer verpesten, toch? Neem aan van niet. 1,5 seconden op Max Verstappen. 1,3. Hij komt opeens wel heel dichtbij nu. Nog steeds 1,3. Hier moeten we een klein beetje liften. 1,2. Hier verliezen we heel veel tijd mee. 1,1. Uh-oh. Dit kan heel spannend worden. Mijn banden waren ook echt wel al redelijk kapot. 1,1 seconde. Zit hij dan nog binnen die DRS of niet? Dat gelukkig niet. Dat scheelt. We zetten onze ERS toch nog wel eventjes aan. Want het begint toch een beetje heet te worden onder onze voeten. Sorry jongens, ik moest daar even hikken. Dat moet ook gebeuren. Ik dacht ik kan het wel goed wegwerken, maar nee. ja, waar zijn we gebleven? 1,1 seconde voor op Max Verstappen. Ja, moet natuurlijk een easy dub zijn. Moet niks aan de hand zijn. Hartstikke makkelijk, zou je denken.
Nu komt hij toch wel aardig dichtbij. Als wij het hier nou verpesten, dan is hij er langs. Wat we bijna doen hier. En hier. Ik weet niet wat we hier aan het doen waren, maar 0,2. Ik was het echt helemaal aan het verknallen. Hier zet hij hem dus als bijna naast. Slaat helemaal nergens op. Maar goed, nog heel even volhouden. Laatste twee bochten. Ik neem aan dat we het nu niet meer gaan verpesten. Ofwel, we schieten wijd. We schieten wijd en Max komt er langs. Maar we vechten ons terug. Met duwen en trekken. En dan toch. De vuurwerk op Abu Dhabi. We zijn eerste geworden. Dankjewel Jeff. Kijk, daar zijn we. Eerste plek. Lekker bezig. Coureur van de dag. Daniel Ricciardo. Hij zou het terecht verdiend hebben. Leuke coureur namelijk. Dikke grapjas. Onze teambaas ben ik. Maar goed. Geen idee wie hij is. En daar kom ik op podium. Eerste plek. Tweede plek. Max Verstappen. En op de derde plek. Lewis Hamilton. Top. Mooie beker. Groene onderkant. Vast omdat Heineken de sponsor is. Lekker met wat champi spuiten. Zei Brent ook. De rapper. Nou, daar zijn we dan. Hier nog even de standings. Ik natuurlijk eerste geworden. En onze teammate is zesde geworden. Niet heel best. Terug in ons hoofdkwartier. Dit is natuurlijk de laatste race. Dus we gaan onze sponsoren verlengen. En we willen natuurlijk Carlos Sainz weer opnieuw tekenen. Want hij heeft 97 klassificatie. Dat is lekker. We bieden gewoon 9,02 miljoen. Dat inderdaad gecontracteerd. Dat wordt vaak wel geaccepteerd. Dus dat is helemaal top. En dan nu gaan we even onze tijdlijn doen. Aerodynamics, laten we dat maar doen. Motor. En nog even wat sponsorwerk. Kijken, ja, laten we die maar doen. Coureurpensioen, mooi. Dan hebben we nog 18 miljoen om te spenden. Nou, dan gaan we nog even die upgrade doen. Dan hebben we 6 miljoen over. Helemaal top. Wat gaat er nu gebeuren? Die kunnen we nog niet. Dan denk ik dat we het seizoen maar even gaan afsluiten. Dus jullie zien, de laatste dingen worden er nog doorgeramd voor het einde van het seizoen. Ah, we krijgen eerst nog een interview met de pers. Nou, helemaal top. Bij het hoofdkantoor van ons gloednieuwe Formule 1 team. We hebben veel te bespreken, dus we kunnen maar beter meteen beginnen. We hebben niet zoveel ontwikkeling van je tweede coureur gezien. Vind je dat dat niet hoeft? Of heeft hij zijn waarde? Ja, inderdaad, we moeten werken aan discipline, dat is gewoon belangrijk. Wat gaan we hier doen? Ja, waarbij druk enorm is en als we het niet aankonden, zouden we hier niet zijn. Precies, zo is het. Het is allemaal onze power unit. Het is puur die power unit. Die is zo ongelooflijk sterk. Verdenk is dat handig. Ja, dan gaan we gewoon zeggen. Ja, laat het gewoon doen. Carlos Sainz? Sainz, niet Sainz. Hij is sowieso potentieel kampioen te worden. Echt een topfan. In het echt is hij ook hartstikke goed. En nee, er zijn geen teamorders. Zeker niet. Dat doen we niet aan. Eigenlijk wel. Maar ja, dat willen ze niet horen. Die krijgen weer faam voor. Oftewel bekendheid, beroemdheid, hoe je het ook wil noemen. Nou, domme kip ook, is hij voor drie vragen helemaal naar mijn hoofdkwartier gekomen. Goedemorgen, Jeff, denk ik. Ik weet niet wie dit is. Kijk, krijgen we weer wat meer geld binnen. En de laatste upgrades, die zijn bijna allemaal gelukt. Dat was zo satisfying geweest. Dan gaan we gewoon even snel nog naar de ontwikkeling, naar de R&D. Het is wel belangrijk dat we die natuurlijk nog even... Even een keertje doen, want het is wel aerodynamics. Dan rammen we die gewoon er nog een keertje doorheen. 0% valkans, dat is lekker. En dan doen we nog even een upgradeje van de motor. Een intercooler. Van het motorvermogen. Dus laten we dat maar even doen. Ja, dan gaan we het seizoen voltooien zoals jullie hier zien. Veel XP. En hoeveel geld gaan we krijgen? 66 miljoen krijgen we erbij. 66 miljoen. Een totaal van 74 miljoen hebben we nu. Hier nog even de statistieken. Nou, ik denk dat we wel even wat upgrades kunnen doen. Hier de mooie auto. Top, intercooler meteen voltooid. Wing end plates. Even een paar activiteiten inplannen. Nee, eigenlijk laten we de activiteiten voor de volgende aflevering bewaren.
alleen een paar upgrades doen. Hier even welke gaan we doen. Kwaliteit, hè? Ja, laten we kwaliteit maar doen. Dat is wel het beste. Oké, die hebben we al gedaan. Gaan we die kwaliteit ook doen? Ja. En die kwaliteit ook. Dan hebben we dat in ieder geval zo ver mogelijk geupgrade. Dan gaan we die nog even doen. De simulator, joh. Maak een mooie simulator van. Dit, ja, vind ik een beetje bullshit om te doen. Heeft dit echt nut? Laat even weten in de comments. Duurzaamheid. Ja, prima. Ik denk dat we nog even wat van de, hoe het ook heet, middelenpunten generatie gaan doen. Oftewel de punten die je krijgt om dingen te onderzoeken. Ik ga eerst even een fabrikage doen. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Laat vooral een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En zoals ik dan zeg, dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Later.